Met dit leren paasei werd in de hoofdstad een rugbywedstrijd gespeeld tussen AAC Amsterdam en de Bank of England uit Londen. AAC in lichte tenue en met rugnummers mocht beginnen. Er was nog niet goed en wel afgetrapt of alle spelers liepen op een kluitje bij elkaar, zoals dat bij deze sport gebruikelijk is. Voor een kleine overtreding wordt een zogenaamde scrum gehouden. Dan gaan de voorwaartsen van elke partij opnieuw op een kluitje staan met de bedoeling om de bal die tussen hen in wordt gegooid te bemachtigen. Hier gaan de Engelsen ermee vandoor. De bal mag gedragen worden en alleen achterwaarts gegooid, maar er mag ook mee gevoetbald worden. Doel van het spel is om de bal achter de doellijn van de tegenpartij op de grond te drukken. De Engelsen slaagden daarin het eerst, hetgeen hen 3 punten opleverde. De doelschop die na zo'n try genomen mag worden en die 2 punten extra kan betekenen, mislukte echter, waardoor de stand 3-0 bleef voor Engeland. In de 5 minuten rust mogen de spelers het terrein niet verlaten. De heren kregen hier een opkikkertje in de vorm van een citroentje zonder suiker, dat hun nieuwe krachten schonk voor de tweede helft, waarin het binnen de grenzen van de spelregels hard tegen hard ging. Een speler die de bal heeft mag gehinderd worden en mag ook ten val worden gebracht. Dan moet hij de bal direct loslaten, als dat tenminste al niet gebeurd is. In de tweede helft was het 15-tal van AAC sterker, hetgeen tot uitdrukking kwam in vele aanvallen. De Amsterdammers slaagden er tenslotte in een try te scoren die na een geslaagde doelschop 5 punten binnenbracht. De Engelse bankemployés verloren zo met 5-3. Hun spel bleek dus niet zo safe als de Bank van Engeland.